In het district Koroni wordt binnen niet al te lange tijd een aanvang gemaakt met de bouw van 20 woningen. Dit woningbouwproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de Surinaamse Postspaarbank. De Totnespolder vereisen binnenkort 10 twee-slaapkamer en 10 drie-slaapkamer woningen. We staan op dit moment op de locatie of bij de toegangsweg waar er een bouwproject zal verrijzen van de Surinaamse Postspaarbank. Het is de bedoeling dat er 20 woningen zullen worden gebouwd hier van twee types, namelijk 10 tweekamerwoningen en 10 driekamerwoningen. Wie allemaal in aanmerking zullen komen, valt nog te bezien omdat er een proces vooraf is gegaan van een intake. En op basis van die intake zullen dan die besluiten worden genomen wie allemaal in aanmerking zullen komen. Natuurlijk is dit slechts een deel van wat er gebouwd zal worden in Koroni. We hebben daarnaast ook die volkswoningen en ook andere koopwoningen die vanwege ook de overheid zullen verrijzen. Men is bezig, hard bezig nu met de ontsluiting. Die duikers zullen nog geplaatst moeten worden en dan kan het werk starten. We kijken uit naar het bouwverkavelingsproject Mary's Hope en op Sumberijo. Daar hebben we twee bouwverkavelingsprojecten waar mensen al beschikken over een titel. En voor die mensen zullen er zeker ook andere regelingen getroffen worden. Waarbij zij dan ook conform de intake in aanmerking kunnen komen voor een woning. Deze regering timmert al vanaf dag 1 wat woningbouw betreft. Alhoewel er overal wordt geschermd en geschimpt met 18.000 woningen, die verrijzen maar niet. Maar laten we eerlijk zijn, wat er tot nu toe is neergezet aan woningen loopt in de duizenden. En na een van Bigiwang, we door zeker 18.000.